In onze mooie wijk de Valuwe gebeurt altijd wel iets. En daarom nemen we u graag mee op pad. Welkom bij Wijk TV de Valuwe. Een bijzondere gebeurtenis vanavond in de Kwel. U ziet het al, ik sta hier bij het bankje van Ilja Strik. En vanavond, het is voor haar nog een verrassing, maar komt de burgemeester haar persoonlijk toespreken. Kijkt u mee? Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op deze toch wel bijzondere avond weer. Hè? Onze Ilja, onze mega prestatiedame uit Kuik, zou ik ze toch maar een beetje noemen. Hè? Ja, hier voor mij. En ziet er prachtig uit Ilja vanavond, echt geweldig, complimenten. Het is natuurlijk helemaal super wat je allemaal gedaan hebt dit jaar. En maar daar ga ik niet zo heel veel over vertellen, want er zijn mensen die hebben daar helemaal op gestudeerd en zo. Die er iets van willen zeggen. Ik mag nog wel heel even iets zeggen, want ik ben niet zo'n prater. Dat ik namens de Nederlandse Powerlift Bond een klein moet excuseren dat de voorzitter helaas er iets tussendoor heeft gekregen waardoor hij hier niet kon zijn. Maar mij jou wel mocht vertellen dat de IPF, de Internationale Powerlift Federatie, jou in ieder geval heeft genomineerd voor de Hall of Fame. Dus dat is een hele mooie toestand. Ja? Dan heb ik begrepen dat onze wethouder van sport, Jeroen Joon, nu graag toch even iets tegen jou wil gaan vertellen. Jeroen? Dames en heren, goedenavond allemaal. Ook namens het hele gemeentebestuur, welkom hier. Welkom in de gemeente Kuik, voor als u van buiten komt. Maar in het bijzonder natuurlijk aan Ilja. Ik ben blij dat ik nog Ilja mag zeggen. Met een vrouw die zoiets gepresteerd heeft. En een speler op wereldformaat geworden bent. Al jaren was, maar nu sta je helemaal aan de top, kunnen we wel zeggen. En in de geschiedenisboekjes. 3 keer wereldkampioen powerliften. 9 keer wereldtitel bankdrukken. Inmiddels behaald. Klopt allemaal? Zie ik je knikken? Klopt, hè? Ongelofelijke klasse zoals jij al jaren eigenlijk aan de top actief bent en het daar nog steeds volhoudt. En daar zijn we in Kuik uiteraard enorm trots op. Er is dan ook niet voor niets de Ilja Strik Award naar jou benoemd. En we staan hier dan ook niet voor niets vanavond eigenlijk vlakbij het Ilja Strik bankje. Dat inmiddels helemaal vol hangt, bijna vol hangt met al jouw bijzondere prestaties. En er zijn nu 2 mooie plaatjes bijgekomen waar ik meteen voor zeg, we gaan met jou nog in overleg. Als je voor die 2e plek die je nou gehaald hebt, die wil daar een zilverplaatje heel graag hebben, die er echt uitknalt, dan gaan wij daar een zilverplaatje nog voor erop doen. Ja, afgesproken? Doen we dat sowieso. Het nou is het een gouden, staat mooi allemaal, maar dat knalt er net iets minder uit, dus dat gaan we regelen. Nou, deze maand heb je er inderdaad weer 2 gehaald. En op 1 augustus was het voor jou echt een historisch moment. Je had je gekwalificeerd voor de World Games in Colombia en je stond er in Cali tussen de sterkste vrouwen van de wereld. De Super Heavyweight Woman klasse, als ik het goed zeg. Die had je al maanden en eigenlijk al jaren, we hebben net nog even gezegd, al jaren op voorbereid. En je hebt keihard getraind om dat weer te bereiken. Want een medaille tijdens de World Games, dat was toch iets wat je echt absoluut zou willen halen. En dat was dan ook nu of nooit. Het kniebuigen en het bankdrukken gingen je fantastisch af. En je was duidelijk sterker dan Elena Kozlova, als ik het goed uitspreek. De favoriet uit de Oekraïne. En je stond zelfs na de eerste 2 keer op de eerste plaats. En dat is pas na de 2 onderdelen. Maar helaas is de deadlift de specialiteit van Kozlova en ging zij er toch nog uiteindelijk met het goud vandoor. Maar ja, zilver op de, wat jij altijd zegt, hè, de Olympische Spelen voor niet-Olympische sporten is een ongelofelijke prestatie. Je hebt je medaille behaald, dus die droom die werd werkelijkheid. Wat zul je er trots op zijn? En terecht. En wat zullen je ouders ook er trots op zijn? En ook terecht. En alle anderen die dichtbij je staan en jou geholpen hebben. He, soms met een praatje pot, soms om je te stimuleren, soms keihard trainen en je daarin ondersteund te hebben om dat waar te maken. En of het nog niets was, net toen je die wereldprestatie had neergezet, ging je een week later naar Slowakije
om nog eventjes het EK bankdrukken te doen. En je zou denken, je doet even rustig aan, maar niets is minder waar. Je haalde zelfs nog weer een nieuw wereldrecord. En hoe dan ook, het lukte je weer. En voor de 8e op een volgende keer greep je de Europese titel. Ik weet niet of je nog door kan gaan, maar kan je er nog doorgaan? Kan je er nog meer halen? Ga je voor 10? Ja, 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 ja. Ja, je zegt het hier met al die getuigen om je heen, hè? Beste Ilja, ik zei het al net, we zijn ontzettend trots op jou. Trots dat we een topsporter in ons midden hebben. Ook trots op de manier waarop jij je in Kuik presenteert en altijd toch weer Kuik op de kaart zet. En met al jouw titels zou je gemakkelijk naast je schoenen kunnen gaan lopen, maar dat doe je echt absoluut niet. En je bent en blijft een Kuikse en je zet je ook altijd nog in voor Kuik en zeker voor jouw wijk de Valuwe. En daarvoor heel erg bedankt. En dat mag ook best wel eens een keer gezegd worden dat je je speciaal daar altijd voor inzet. Ilja, ik hoop dat je nog heel lang door kunt gaan met topsporten en dat er nog vele titels mogen volgen. En dat je door zult gaan met het promoten van sport en bewegen. Het is ook mijn portefeuille, maar ook mijn hobby en mijn liefhebberij. Dus ik vind het fantastisch dat je dit doet. Ik hoop dat je nog veel ook bij Kuik kunt betrekken met dingen. We zullen erop gaan letten als er dingen zijn dat we je erbij kunnen betrekken. Dat we het op tijd plannen en afspreken. En dat als je er bent bij de Ilja Strikker wordt, dat zou ook fantastisch zijn natuurlijk de volgende keer. Dus ik denk dat ik daarmee wel het meeste gezegd heb. Ik zou kunnen gaan toasten nu op Ilja. Misschien heb ik nog wat gemist. Dus het enige, heeft iemand nog wat toe te voegen? Ik heb niks gemist, Jeroen, maar nu ik er toch ben. Wil ik eigenlijk ook nog wel wat zeggen? De burgemeester. Want volgens mij zijn jouw prestaties op een fantastische wijze benoemd. En trots, dat is ook denk ik terecht gezegd, trots dat hoort daarbij. Trots mag je, ik zou bijna zeggen, moet je ook zijn op jezelf. Moet je ook durven zijn. Hè? En trots moeten ook, en zijn ook, weet ik. Ik heb net nog met je moeder staan praten. Zijn je ouders, zijn de familie en vrienden om je heen. Maar ik denk dat het ook goed is om hier eens te zeggen, zo met die keten om, dat ook die Kuikse samenleving hartstikke trots is. En ja, aan dat laatste wordt natuurlijk wel eens getwijfeld. Ook wel eens door jou. Want ja, Kuik is gewend geraakt aan al jouw prestaties. En daarmee ook verwend. He, je zou bijna zeggen, de hoeveelste is het? En dan ga je de vraag stellen, weten ze me hier eigenlijk wel op waarde te schatten? En doen ze dat in het gemeentehuis eigenlijk wel genoeg? En ik weet het niet. Ik bedoel, ik hoop het wel. Ik hoop het ook hier nog eens een keer uit te spreken. Dat het toch heel bijzonder is wat we hier met elkaar herdenken. Het is namelijk, ja, met voetballers en met schaatsen, dan ligt het wel voor de hand. Dan ligt iedereen in Katzwijm. En dan trek je ze allemaal naar je gemeente toe om te doen alsof ze uit Kuik komen. En je zou bijna zeggen, dat is eigenlijk oneerlijk. De trainingsuren die jij erin steekt, zijn niet minder. En sterker nog, met zo'n geringe sponsorfaciliteiten als voor deze sporter zijn, is het eigenlijk een nog grotere prestatie. En dat zou ik eigenlijk allemaal graag nog eens even in deze hoedanigheid gezegd willen hebben. Ik wil er toch nog iets aan toevoegen. Want het is allemaal al gezegd, hè? Een kanjer van je welste, drievoudig wereldkampioen powerliften, 9 wereldtitels bankdrukken en dan nu dat prachtige resultaat in Colombia. En je ziet dan de twijfel toch in de ogen. Ja, prachtig. Ja, goud is natuurlijk het enige wat. Maar zilver is een prachtig, prachtig resultaat. Dus dat is driewerf fantastisch. Maar ik wil ook nog een beetje die andere kant benadrukken. Die wat meer persoonlijke kant van Ilja Strik. Naast die topsporter in hart en nieren is Ilja ook een heel maatschappelijk betrokken persoon hier in Kuik. Ze werkt graag mee als er iets op scholen, de wethouder gaf het ook al aan, scholen, verenigingen, als die haar vragen om dat boegbeeld te zijn, maar ook hand- en spandiensten bij sportdagen, themadagen, of evenementen van Kuik beweegt. En ze is er gewoon altijd. En bij de Ilja Strikker wordt het net al even gezegd, ja, de enige geldige reden om er niet te zijn is natuurlijk als je op weg bent naar het nieuwe kampioenschap.
En vanwege haar enorme doorzettingsvermogen en motivatie voor sport is ze dus ook een voorbeeld voor vele jongeren. Dat geldt zeker voor haar wijk de Valuwe en haar dorp Kuik. En ja, Ilja is in die zin onze ambassadeur. Ja, en nou zit ik toch een beetje met een dilemma, dames en heren. Want als ik al die eigenschappen nog toevoeg aan die erelijst, dan wordt de vraag hoe je een sporter van dit niveau eigenlijk huldigt, des te prangender. Want als powerliften een Olympische sport zou zijn geweest, dan weten wij hier allemaal dat ze zonder meer de podiumplaats of zelfs goud zou hebben gehaald. En dan zou ze ook automatisch als een kampioene zijn gehuldigd en gedecoreerd. En dat doen wij vanavond natuurlijk ook. Het is mij een grote eer. Misschien moet je er even bij komen staan hier. Het is mij een grote eer om voor het eerst de woorden uit te spreken dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 Ilja Strik te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wow. Staat hem zo op, hè? Ja. Ik speld hem zo op. Ik voeg daar nog één zin aan toe. Want kan het eigenlijk mooier dat de eerste onderscheiding in Kuik van onze sportminnende koning, Willem-Alexander, gaat naar onze grootste sportvrouw, Ilja. Van harte gefeliciteerd nog een keer. Er worden foto's gemaakt, je mag je. Nou, dat was toch de moeite waard. En een bloemetje erbij. Ja. En nu ik. Ik heb geen speech voorbereid. Ik had het eigenlijk wel iets voorbereid. Maar dat valt nou in het niet. Ik wil gewoon iedereen bedanken die hier is en die mij gesteund heeft al die tijd. Ik ga geen namen noemen, want ik ga vast iemand vergeten. In ieder geval mijn stichting, die er altijd ook voor mij is. Clemens, Bert, Geert, Suus, Harriet, Vers. Geen namen, dat is puur stichting. Helemaal geweldig, mensen. Poeh. Ja. Ja, wat zal ik zeggen? Ja. Dat vinden we allemaal. Zij het gewoon echt absoluut verdiend. Ik heb dit ook niet voorbereid natuurlijk, dat verhaal. Want ja, voor iedereen is het een verrassing. Maar dit is natuurlijk wel het moment, toch? Dus ik vind dat we de glazen vol moeten doen. En er een mooie avond van moeten maken. Ilja, gefeliciteerd meid. Veel plezier.